ruimte voor PSV. Kokloff. Nilis. Had de bal weg voor de voeten van Fuchs en haalt zelf uit. Fiscaal. Lindenberg. Nikiforov even de problemen. Overname Godé. De mogelijkheid wellicht voor Gerritsen. Verdedigd door Nikiforov. Maar dat was een terugspeelbal, vindt scheidsrechter van Egmond. Wat volgt is dus de indirecte vrije trap ter hoogte van de penaltystip. En je zou het inderdaad zo kunnen interpreteren. Fiscaal of Gerritsen. Het is in ieder geval Godé die de bal breed gaat leggen. Fiscaal en het doelpunt. Vierde minuut van de wedstrijd als de Graafschap hier optimaal van profiteert. Ondanks de 11 spelers op de doellijn weet Fiscaal de bal in het net te krijgen. Goede opening van Fuchs op Kokloff. Nilis krijgt de vrije trap mee. Omdat Godé het blok zette. Alleen aan dek bij de Graafschap. Want het is Nilis zelf die gaat schieten. Nilis met de vrije trap die maar net naast gaat. PSV daar dicht bij de gelijkmaker. Ivan van Nistelrooy. Nog nauwelijks gezien in de wedstrijd. Laat zich wat makkelijk liggen en dan een opstootje bij Redeker. En van Nistelrooy krijgt rood. Wat heeft Van Egmond gezien? Makkelijke val van Van Nistelrooy in ieder geval. En dan doet hij toch eigenlijk bijna niets. Maar desalniettemin moet de topscorer van PSV van het veld. Hij ging op zoek naar de penalty. Redeker pikte dat niet. Maar hier is toch absoluut geen sprake van een slaande beweging of iets van die aard. En dus is het wegzenden van Van Nistelrooy buitengewoon omstreden. Een snerpend fluitconcert voor scheidsrechter Van Egmond. En voor de elf van de Graafschap die geen enkele haast maken. Olieslager was zeker een halve minuut in balbezit. En de team van PSV lijken een beetje de kluts kwijt. We kijken toe hoe de Graafschap de bal rondspeelt. Dirks terug op Waterloos. Siloy. Fiscaal stond niet buitenspel toen hij werd aangespeeld door Siloy, maar hij werd gevlagd voor buitenspel van Gerritsen. En ik nam geen deel aan het spel. Van Egmond heeft genoeg van de spreekoren vanaf de tribune. Legt het spel stil na bijna 25 minuten. Het kon er ook nog wel bij voor PSV. En die duw kwam van een supporter die over het hek was geklommen.
scheidsrechter Dick van Egmond. Hij is de hoofdrol voor Schop vanavond. De vrije trap waar het doelpunt van de Graafschap uit voortkwam was terecht. Maar de rode kaart van Van Nistelrooy is zeer omstreden. En nu legt hij dus het spel stil. De spelers van de Graafschap inmiddels allemaal van het veld af. Die van PSV blijven staan. Niet goed wetend wat er nou moet en gaat gebeuren. In ieder geval geeft dit Bobby Robson de gelegenheid om eventjes met zijn manschappen te overleggen hoe het nu verder moet na de rode kaart van Van Nistelrooy. Dit zijn de boosdoeners. Hij moet er helemaal bij. Drie minuten is Van Egmond in de kleedkamer geweest. Als hij het spel wil gaan hervatten. Maar nog altijd krijgt hij de volle laag van de supporters. De spelers van PSV willen wel verder gaan, maar die van de Graafschap zitten prima in de kleedkamer. Die denken, ja, 1-0 voor, moest hij maar zo houden. In het eerste kwart van de wedstrijd maakte de Graafschap al weinig haast. En nu de spelers in de kleedkamer zitten, is er opnieuw weinig tempo te bespeuren. Ja, daar zijn ze eindelijk. Als het goed is, wordt het spel hervat met de vrije trap voor PSV. Dat gebeurt ook. Niels. Bal weggekopt door Godé. En voor PSV naar de interventie van Gerritsen. Niels. Dat was een correcte sliding van Lindenberg. Wat nu een opstootje waarbij Lok en Niels betrokken zijn. Olieslager maakt zich ontzettend druk over de muur. Niels trapt. En scoort. Enorme ontlading bij de spelers van PSV. Maar die vrije trap van Niels. En de muur stond inderdaad niet goed. Niels, niet buitenspel. Voor zijn tweede, ja. Twee minuten na die vrije trap brengt nu Niels PSV op voorsprong. En het Philipsstadion explodeert. De scherpe kantjes van de eerste helft zijn er vanaf. Zoveel is duidelijk na een kwartier in de tweede helft. Goeie paas van Siloy op Toemba. Achterin te Braak. Daar gaat de bal ook naartoe, maar goed verdedigd door Xavier. Maar de marge is nog altijd maar één doelpunt. Toemba. Aangepakt in het 16 meter gebied door Dirks. Maar Van Egmond doet niets. En PSV inmiddels weg aan de andere kant. Niels. Fuchs. Dicht bij 3-1. Toemba. Voorbij Dirks en wel degelijk aangetikt. De bal had hier op de stip gemoeten. Fuchs. Niels niet buitenspel. Luc Niels met de beslissing.
Hij vindt Olieslager op zijn pad. De tweede helft ging wat langzaam van start, maar is inmiddels weer leuk geworden. Wilnis met de voorzet op Raza. Twee man vrij op de rand van de 16. Dit kan ook, Toumba. Godé met het schot. Dat is een vrije schietkans voor de routinier in het team van Frits Korbach. Toumba doet in zijn spel een beetje denken aan Henny Meijer. Raakt zijn lichaam ook goed. Paasje van Siloy op Gerritsen. Fiscaal vrij. En zo is het weer 2-2. Iets meer dan een kwartier voor tijd. Uitstekend voorbereidend werk van Dennis Gerritsen, die fiscaal vrij zag staan. Waterreus volstrekt kansloos. En zo heeft de Graafschap momenteel weer een punt in handen. Datgene waarvoor het naar Eindhoven is gekomen. Xavier. Goeie opening op Niels. Via Redeker de corner. Redeker beklaagt zich over het feit dat hij niet wist wat er achter hem was. Corner getrapt door Fuchs. De Kieferhof boven de lijn gehaald door Dennis de Braak. Niels. In een wedstrijd die blijft boeien. En zo had het 1 minuut na de gelijkmaker alweer 3-2 kunnen staan. Maar de kopbal van die Kieferhof van de lijn gehaald door Te Braak. Siloy. Te Braak. Jannes. Terug op Godé. Die raakt niet in paniek. Goeie bal nog van Fiscaal op Raza. Raza sneller dan Van der Weerden. Thomas Raza. En Ronald Waterheus behoedt PSV voor een nederlaag. Want nu maakt Dick van Egmond een einde aan het tumultueuze wedstrijd. Dit was de mogelijkheid waar de Graafschap op loerde. Raza sneller dan Van der Weerden, maar Waterheus goed zijn doel uitgekomen. Een tumultueuze PSV, de Graafschap, eindigt daarom in 2-2. Thank you.